Welkom bij deze video van Equinemerk. Wij zijn een hippies evenementen- en marketingbureau gespecialiseerd in de paardensector. En we hebben onlangs een website gerealiseerd voor Team Nijhof. En ik ga in deze video uitleggen waarom we het zo hebben gemaakt. We hebben de website van Team Nijhof vernieuwd, want de techniek staat natuurlijk niet stil en dan moeten wij gewoon inspelen. Een voorbeeld hiervan is een responsive website. Steeds meer mensen die bezoeken een website met hun telefoon of met een tablet. En dan moet het scherm zich gewoon natuurlijk aan aanpassen. Laten we beginnen met de homepage. Een homepage functioneert als de etalage van een website. En we laten hierop de belangrijkste aspecten van de site terugkomen. Zoals de dekhengsten en de paarden die te koop staan. Daarnaast heeft Team Nijhof ook heel veel nieuws. En we hebben daarom gekozen om deze op de homepage terug te laten komen. Zodat ook de website elke keer anders is voor bezoekers. Voor bedrijven die iets minder nieuws hebben, adviseren we om het iets minder prominent terug te laten komen, dus elders op de website. Je kunt ook zien dat we veel gebruik maken van knoppen en deze nodigen mensen uit om op te klikken. Nou, dan gaan we nu naar de belangrijkste pagina van heel de website, namelijk de hengstpagina. We hebben hier een speciale plugin voor ontwikkeld, want voorheen was het best wel moeilijk om paarden goed online te presenteren. Op deze pagina zie je de hengsten onderverdeeld in 5 categorieën. Bijvoorbeeld de springhengsten. Die staan ze allemaal onder elkaar, heel overzichtelijk. Dan kun je bijvoorbeeld op verder klikken. En we hebben hier een heel handig overzicht waar alle informatie in staat die vervolgens nuttig is. Kijk, dan heb je Michael en Ferdy. En er is natuurlijk ook bewegend beeld, want dat is altijd leuker. Je ziet ze in actie. Via deze pagina kun je ook heel makkelijk naar het bestelformulier gaan door op deze knop te drukken. Je kunt zien dat we deze expres een andere kleur hebben gegeven, want er valt hier net iets meer op. Dan kom je bij het bestelformulier, kies je hier je hengst. En dit is vooral heel handig voor Nijhof, omdat het hun heel veel werk scheelt. Ze krijgen nu 1 overzichtelijke e-mail waar alle gegevens staan. Dus heel handig. Dan kom je op de pagina waar het eigenlijk allemaal om draait. Want het doel van een website is om in contact te komen met je klanten. En we hebben dan gekozen voor een uitnodigend formulier. En dat maakt het laagdrempeliger voor je klanten om contact op te nemen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Heel erg bedankt voor het kijken. En mocht je zelf ook een nieuwe website willen, bezoek ons dan online.